Sony Media. Ik ben Isa Roes. Ik ben Mark-Marie Huibrecht. Welkom bij Mark-Marie en Isa vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Stoplichten. Wat een stoplicht te hebben. Ja, eigenlijk verkeerslicht. De do's en don'ts, ja. Dat is eigenlijk het woord, maar ja, we hebben het stoplicht genoemd. En dat houden we ook zo. Ja, toch? Ja. Waarom zou ik het niet doen? Nee, precies. We gaan het daarover hebben. We hebben deze week natuurlijk, we hebben de Linda zomerboek, het vakantieboek. Lekker dik boek. Ja. Lachen, loeren, lezen. Oh. Ja. Lekker. Ja, dat was leuk geweest, Linda. Lekker lachen, loeren, lezen. Was, had ook gekund. Ja. Nou ja, daar dus over. En dan hebben we... moderne etiketten. Moderne etiketten. Wat is de moderne etiketten? Je hebt al 3 keer op rij hetzelfde verjaardagscadeau gekregen van je beste vriendin. Wat doe je? En dan weer even de uitleg erbij dat dit een vakantieopname is. Precies. Dus dat we niet jullie reacties hebben, maar we gaan er wel even over kletsen. Ja, en het was niet zo'n geslaagd cadeau. Ook dat. Ja, nee, je hebt niet 3 keer een hartstikke leuk cadeau gekregen waar je elke keer 3 keer hartstikke blij mee bent. Je dacht de eerste keer al... Moet ik daar nou ja, mee? Ja, en dan heb je dan nog 2 keer gekregen. Spijkermandje. Ja, zoiets. Dus dat. Zoiets. En natuurlijk deze week. Ja, en hoe was jouw week? Nou, ik heb beloofd dat ik terug zou komen met zomertips. Want die had jij vorige week gegeven. Ik geef nog even voor de duidelijkheid, want dat heb ik wel vorige keer gezegd, dat de Bosbios was bij de Hoornenboeg. Dus dat is het even goed, want het programma staat namelijk nu al een tijdje even online. Maar nu kan je dus echt films. Dus, maar ben er snel bij, want ik weet dat soort dingen heel populair zijn. Wat ik zelf altijd heel leuk vind, fluisterbootje huren. Oh, en dat ja. deed ik vroeger altijd in Noorden. En dan met zo'n picknickmandje. Super, in Noord? Noorden. Oh, dat was vaak bij dat? Zevenhoven, ja, oh. waar ik woonde. Ja. Met man en kinderen. En dan zo'n picknickmandje. Of neem zelf lekkere dingen mee. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar je kon daar ook picknickmand inhuren. Ja, dat kan ook. En dat is heel erg leuk. Want dan ga je dus met zo'n bootje door over water. Nou, ik hou sowieso heel erg van het water. Ja, ik ook. En, maar dat je dan zo helemaal in die stilte over dat water gaat. Dat is zo leuk. Zijn er dan veel mensen? Ja, maar je hebt ook heel veel... nee, dat hoeft niet. Want je kan natuurlijk ook denken... Nou, ik zeg maar wat, toen gingen wij een keer, was het heel druk. Dachten we, oh ja, rond etenstijd kunnen we beter of juist later gaan of vroeger. Als je de mazzel hebt dat je op allerlei tijden... Of je kan denken, dan ga ik die trekkige sloot in. Daar zit niemand. Ja, maar je hebt heel veel slootjes waar je natuurlijk allemaal in kan. Dan is er nog een culinair genieten. Dat heet Bohème. Dat heb ik zelf nog nooit gedaan, maar elk jaar wil ik dat doen. Dat is van Freek van Noordwijk. Dat is dan koken ze op open vuur, ergens buiten in de Flevopolder. Volgens mij is dat tot en met september, als ik het goed heb. Dus je moet maar kijken of daar plek is. Maar dan slaap je in een tent, maken ze ook nog een ontbijtje voor je. En s'avonds ga je na het eten volgens mij nog een soort bij een kampvuurtje zo marshmallows. Dat is van die eendenvel, toch? Want dat ik ooit had daar bij hem. Restaurant. Ik zat in een restaurant, heb ik al wel een keer verteld, maar goed, het is een vakantie, dus ik kan het nog wel een keer vertellen. Ik zat in een restaurant en hij kwam elke aan tafel. Ik weet het, maar vertel het maar wel. Ik zat elke keer aan tafel, kwam hij elke keer praten en zo. Nou, was hartstikke aardig. Blablabla. En toen kregen we eendenborst en ik vind eendenborst best prima, maar ik vind dat velletje niet zo heel erg appetijtelijk. Dus had ik zo afgedaan, had ik ze te eten en zo. Dus iemand komt die borden halen, komt hij even later uit de keuken, zegt hij... Je had het vel, waarom heb je het veldje niet opgegeten? Sorry. Ik zeg, daar hou ik gewoon niet zo van. Zegt hij, is natuurlijk geen kipfilet van de Albert Heijn, zei hij. Nou, dat vond ik wel een beetje... Niet aardig. Nee, dat vond ik ook niet aardig. En ik vond het ook niet gastvrij. Was misschien humor, maar die niet helemaal door had. Nee, het was geen humor om te lachen. Nee. Maar duidelijk. Goed, Freek is verder natuurlijk... Hij kookt daar met meer mensen, denk ik. Daarom, niet, hij kan niet alleen goed koken. Borst. Hij kan ook andere dingen, denk hij kan ik. Zeker ja, want inmiddels dingen. Kan je op YouTube allemaal dingen vinden om te maken. Dus die zal hij natuurlijk ook wel... Zal hij ook wel doen. Bohème, culinair genieten. Kan je ook in tent slapen. Hartstikke leuke ervaring. Buiten. Lekker buiten. Over buiten gesproken, want het is zomer. Ik zou wel zwemmen, wilde ik namelijk zeggen. Ik zou wel zwemmen. Nee, ja, want zwemmen is lekker. Maar ik ging te snel alweer in mijn hoofd. Ik wilde zeggen, zwemmen moet je gaan doen. Ik zag
Zwemmen moet je gaan doen. Een paar weken geleden in het Parool volgens mij allerlei... Buitenzwemplaatsen. Buitenzwemplaatsen. Check dat wel, alsjeblieft, lieve mensen. Ja, check soms... even op de water... geen blauwalg en dat soort dingen. Ja, daarom. Dus er zijn echt dat van je zo die... net een... Zo'n sloek... Eigenlijk je dan... moet je dat überhaupt niet doen buiten. Ja, wat is dit nou? Oh, verschrikkelijk. Dat. En dan heb ik nog iets heel grappigs gevonden. Oh. Vond ik zelf heel leuk. Dacht ik, daar wil ik een keer naartoe. Dat heet de Offline Club. Oh ja. En dan gaan ze dus ja, offline. En dan gaan mensen allemaal spelletjes doen, boeken lezen, precies, muziek maken. Dat doen ze volgens mij 27 juli nog in het Tolhuistuin. Maar dat doen ze veel vaker. Ze doen het ook in Denemarken, ze doen het ook in Frankrijk. Oh, ze doen het ook in Denemarken. Het is een hele ding aan het worden. Het is een hele beweging. Maar dan kun je dan weer op internet opzoeken waar ze dat doen. Die dacht dat je nog Kijk. Online bent. Het is niet je hele leven offline, hè? Nee. Dus af en toe offline gaan. Dat is leuk. Nieuwe mensen als je daar behoefte aan hebt. Ja, maar je kan natuurlijk ten alle tijde je telefoon wegleggen. Nee, op die dag is hij niet welkom. Nee, maar je kan in dus je ten leven. Alle tijden in je leven sowieso zelf een offline dag natuurlijk nemen. Dat was wat ik daarna wilde zeggen. Want laten misschien wij ons jou niet tegenkomen in een fluisterbootje met je telefoon nog. Die moet je uitzetten. Je moet wel meenemen, want als er iets gebeurt... Ja, is het fijn natuurlijk dat je te bereiken bent. Ja. Maar het is op niet stil de bedoeling dat je dan... Ja, gewoon op stil. Nou, gewoon eigenlijk uitzetten. Nou, nee, niet uitzetten natuurlijk, nee, want als er iets stil gebeurt... Ja, is prima. Op stil. Zijn we het over eens? Ja. En dan had ik nog iets gezien deze week. Dat vond ik... Dat is niet een zomertip. Maar wel leuk om, als je wel online bent, want ja, dat zijn we gewoon af en toe. Dat heet de Happy Activist. En dat is op Instagram. Ja. En die delen iedere dag een actie waar de wereld wat mooier van wordt. En daar word ik eigenlijk elke keer heel blij van. En dat is Nederlands of buitenlands? Ik dacht Nederlands, maar nou weet ik het niet 100%. Nee, maar bedoel, zeker. Iets van, goh, in Utrecht kan je op de Oude Gracht... daar nee, kan je... het zijn echt initiatieven die worden genomen die... echt iets betekenen voor de wereld. Dus okay, het is niet zo klein. Nee, het zijn precies echt wel grotere dingen. Ze zijn nu bijvoorbeeld, vind ik heel leuk... ze willen in Rotterdam willen ze een hotel... willen ze zorgen dat daar kamers komen... voor mensen die op straat leven. En dan moeten ze ook iets voor terug doen. Dus dit is dan bijvoorbeeld weer een Rotterdamse organisatie... die dit dan gaat proberen te regelen. Maar omdat er natuurlijk heel veel reuring komt door zo'n Instagram of doordat mensen het weer delen, kan het natuurlijk altijd weer groter worden. Dus ja, ik hou heel erg van dit soort initiatieven. Ik vind ja het altijd heel, heel erg leuk. Ik sta daar heel erg open achter voor. En oh, open voor. Sorry. En ja, ze hebben ze heel veel mooie staat dingen. Staat er achter open voor. Illegale visserij. Dat is echt wel, sorry, ik hou helemaal niet van Freek Jongen-achtige woordgrappen en zo. Maar, dit maar je is staat het? Er achter open voor. Dat vind ik wel een mooie zin. Ik sta erachter en open voor. Nee, niet en. Nee. Achter, open voor. Nee, ik begrijp ja het. Dus Google het eens. En kijk ja maar eens of je er zelf ook iets mee hebt. En misschien word je wel geïnspireerd. Precies. Week van inspiraties. Very good. En jouw week, lieverd. Nou, hoe was jouw week? Ik kwam erachter dat soms mijn tenen van bovenop zeer doen. Bovenop niet mijn onder tenen. Nee. Dan lig ik in bed. En dan heb ik zo mijn voet zo... ondersteboven, je voet... oh, plat op het matras. Neem ons mee, je ligt dan op dus je ik lig buik. Op mijn buik. Oh, gelukkig, want ik dacht, en dan ik doe je dat. Zou het heel moeilijk ja, zijn. Ja, nee, heel dat knap zou, vooral. Dat zou echt een wereldeet zijn. Dat zou ik met kermis mee op moeten. Maar dit, ik lig gewoon zo. En dan merk ik, auw. dat doen mijn tenen zeer bovenop. En dan moet ik de dekbed... De onderschuiven. De onderschuiven. Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Maar dat is toch raar, vind ik. Ik ben bang dat dit ouderdom is. Nee, dat is zeker geen ouderdom. Arthritis dit is meer in je iets tenen van jonge mensen. Arthritis in je tenen. Nee, nee, het is niet het is de huid. Het is niet het bot of zo. Het is niet arthritis, zeg jij? Ja, zeker. Ik ken het woord niet eens. Nee, moet goed, kijken zo, hoe jong zo ik nog ben. Maar goed, ik heb dat wel eens met mijn arm. Als ik zo in bed lig, dan denk ik, mijn arm moet net... Dat mijn huid... Nee, maar ik snap dus precies wat ja je bedoelt. Ik denk, oh, dat ligt net niet lekker. Maar dan blijf ik hem wel soms 20 keer verschuiven. Daar word ik helemaal gek van. Oh ja. Als ja, niet als dat is, dat, is, dat is wel oud. Ja, nee. Dat wel. Nee hoor. Nee, ik nee ben ook een stuk nee ouder. Maar dat, soms heb je dat je huid gewoon gevoelig is. Ja. Ik heb een super gevoelige huid. Oh. En waar ik heel erg om moest lachen deze week. Rutte is natuurlijk... Die ja, was, is begonnen. Ja, die is begonnen. Maar toen hij afscheid nam een paar weken geleden.
toen hadden ze het allemaal over van hoeveel hij nou in de gaten heeft van fotografen en hoezeer hij dat gebruikt of niet gebruikt. En toen vertelde fotografen, die zagen hem na een avond of zo uit de plek komen waar hij uitkwam. Ja. En zijn auto die hem weg zou brengen, zeg maar, het stond klaar. Maar hij begon te lopen. En die fotograaf liep achter hem aan. En hij wilde maar niet in die auto stappen. Dus die auto die reed heel ver voor hem. En hij bleef en hij riep ook, ik blijf lopen jongens, als jullie achter me aan zitten met de foto. Hij wil niet gefotografeerd worden dat hij in een grote auto stapt. Oh. En toen hadden ze dat. Toen zegt hij, nee, dat wil ik niet. Het vind ik zo cliché, zegt hij, een VVD'er die in een hele grote auto achterstapt bij een chauffeur. Daar wil ik geen foto's van. Dus dan blijft hij gewoon... Nou ja, dat vind ik echt wel grappig. Ja. Ik vond het ook wel typisch dat je daar op dat niveau bezig bent. Maar ik zag ook nog een filmpje van hem. Want het was natuurlijk allemaal uitzwaaien dingen. Hoe heet hij nou? Die bij RTL Boulevard met een gele zwembroek. Dries. Mm. Die doet toch ook interviews met hem. Die nam afscheid van Rutte. Rutte stapt in een auto. Wat ik dus inderdaad niet zo vaak zag. Dus ik had het gezien. En toen draaide hij zich nog om. Vanuit die auto zei hij, ik zwaai nog naar je. Hè? Dat ik ook dacht, wat doet hij nou, Rutte? Dus ja. Met die auto en ook nog even laten weten. Maar inderdaad, je ziet hem eigenlijk altijd op zijn fiets. Maar, of lopen. En ik zag dat er Donald Gorske... Zegt jullie dat wat? Nee. Donald Gorske. Die heeft die staat in het Guinness Book of Records... Heeft in zijn leven de meeste Big Macs gegeten. God, wat erg. Hoeveel Big Macs denk jij dat Donald Gorske heeft gegeten? Ga je iets nog zeggen hoe oud hij is? Nee, ja, dat stond er niet mee. Oh. Dan heeft hij erop... 100.000? Kan nee, dat... Dat is te veel, hè? Ik doe altijd te veel. Dan is de grap weg, hè? Sorry. Eigenlijk ik ben hier eigenlijk helemaal niet goed mee. Ik moet geen getallen noemen. 100! Ik ben zo slecht in. Het is zo jammer dat je het verziekt voor iemand. Ik heb het weer gedaan. Ja, 100.000. Nee, natuurlijk niet. Maar hoeveel wel? 34.128. Ik ook heel veel. Ja, ja, in je broek. Het is goed. Dat is ook veel, hè? 100.000. En Takeru Kobayashi? Wat heeft die? Hoeveel heeft die? Een derde vraag. Nee, ik zeg niks. Die heeft in 15 minuten 57 koeienhersenen gegeten. Eeuw! En dat is nu heel slim. Iedereen wordt hier een beetje ziek. Ja, ja, daar heeft hij gewoon gegeten. En ik las een vergadering van... Dit is namelijk, ik las gisteren ook. Er was een oma en die moest op haar kleinkinderen passen. Twee kleinkinderen van 5 en 7 of zoiets. En want die ouders die gingen 4 dagen naar Mexico voor een trouwerij. Was in Amerika. 4 maanden weg. 4 dagen zo. Ja, ja, ja. 4 dagen voor een trouwerij. 4 we maanden. Kijken wel wanneer we terugkomen. We wilden het begin van het huwelijk meemaken. Dus we zijn 4 maanden zijn we weg. Het is prima, toch? Je wilt graag tijd met de kinderen, met kleinkinderen. Er ligt eten in de koelkast. En hier een hele worst. Ja. Maar die oma, terwijl die ouders dus 4 dagen weg zijn, die denkt, oh weet je wat, ik neem ze lekker mee naar Disneyland, naar Epcot. En lief. Dat was dan maar 2 uur vanaf uitrijden. Maar zij wist wel dat die schoondochter heel erg van Disney hield, maar ja, maakt haar wat uit. Dus dat was de eerste keer dat die kleinkinderen in zo'n pretpark kwamen. Oké. Okay. En het ging al niet heel lekker tussen die vrouw en die oma. Zeg maar, die schoondochter. Oh. En toen kwamen ze terug en toen barstte de bom. Echt? Ja, en dan wil ze helemaal geen contact meer hebben met die oma. Die oma maar kind. Maar ja, ik vind wel dat ze dat moeten vragen. Als je kinderen echt meeneemt ergens naartoe. Ik zou het sowieso vragen. Van, vind je dat goed als ik hun daarmee naartoe neem? Dan had zij kunnen zeggen, vind ik zo leuk. Ik wil zo graag zelf dat met hun doen. Ja. Maar lief dat je het doet of zo. Maar ja, het is sowieso leuk. Dus om die kinderen pas 4 dagen. Ja. Ja, dus ik zou denken, ik zou niet te veel zeuren. Nee, ik zou slikken. Ja. Maar goed, dat had ik dus allemaal gelezen. Dat was deze week in de zomer. En nu gaan we naar stoplichten. En dan gaan we naar stoplichten, ja. Verkeerslichten. Stop je altijd?
Nou, een vriendinnetje van mij die zei laatst... ik kreeg gewoon een bon van... een agent. Nou, ik zat het bedrag. Nee, zei ze nou 400 niet. Euro? Nee. 300 euro? Voor door Oranje rijden? Met de fiets? Nee, auto. Oh, met de auto. De Oranje? Ja, het was het laatste stuk Oranje. Dus maar ze had makkelijk kunnen stoppen. En zij zei toen, je moet echt gewoon nooit door Oranje rijden. Nee, maar ik heb... En laatst... ik denk altijd, nee, maar ik zal eerlijk zijn, want je vroeg het aan mij. Ik had nog geen antwoord gegeven. Ik zei, het is vriendin. Nee, je begon over vriendinnen. Ja, maar dat was de vraag niet. Was de brug, was het bruggetje. Maar dat was dan weer de vraag niet. Oeh, bijna raak. Dus ik zou... Ik. Tot... Ja. How can I make this about me? Nou, dat is makkelijk. Swimming deze in the lake of me, myself and I. Ik zou gassen. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Tot nu toe dacht ik altijd Oranje gassen. Oh. Maar Oranje is gewoon eigenlijk al stoppen. Ja, maar daar kan je volgens mij geen bekeuring voor krijgen voor Oranje. Nee, maar dat kan wel zijn dat je net dat hij van Oranje op rood gaat. Ja, dan is ze dus rood gereden. Ja, dat snap ik. Nee, maar ik bedoel, dan is ze dus... Oh, oh ja? Oh, goh, echt waar? Hoe dan? Maar dan is ze gewoon door rood gereden. Ja, dus, puntje rood. Ja, puntje rood, rood, ja. En dat bedoel ik, als je gaat gassen als het Oranje is... dat betekent dat je te ver weg bent, makkelijk kunt stoppen. Oh, precies, en dan kan ja, het nee, dus dat je nog een stukje rood... en dat hij daar gaat vliegen. Ja, ik weet ook niet precies die ik afstand. Kreeg laatst dus ook een bekeuring. Ik heb echt nog, er zijn twee dingen die ik in mijn leven nooit zou doen. Nou, er zijn wel meer dingen die ik natuurlijk nooit zou doen. Maar, hoop je? Het zou je hopen. Het zijn best wel veel dingen die ik... zijn meer dingen die ik niet doe dan wel doe. Maar bijvoorbeeld, ik zal nooit het rood rijden... en ik zal nooit parkeren op een gehandicaptenplek. Wacht even, één voor één. Nooit door het rood rijden met de auto? Met de auto. Met de fiets wel? Ja. En oversteken? Wandelen? Wandelen? Pedestrian? Ja, pedestrian. Nou, goed. Ja, goed, hè? Nee, zeker. Zeker als er niks aankomt. Maar nooit met de auto. Nee. Dat vind ik gewoon... Ik begrijp ook niet dat mensen dat doen. Ik zie wel eens gewoon mensen gewoon zo... Dan is het gewoon rood. En dan begint ze gewoon te rijden. Daar begrijp ik gewoon helemaal niks van. Dus dat zou ik nu doen. En nooit op een gehandicapte plek. Nee. Ook al is er helemaal geen plek dingen... Dat heb ik nog liever dwars over op het trottoir... dan dat ik hem op een gehandicapte plek kan. Maar nou laatst kreeg ik een bekeuring voor de roodrijden. En ik begrijp echt niet... Er zijn dan foto's bij. En dat was dan op de stadhouderskade. Maar het enige wat ik kan verzinnen is dat er een file is geweest... waar ik als laatste stond en toen door moest rijden, zeg maar. Omdat er toen weer voetgangers kwamen. Nee, maar ik bedoel meer dat we in een rij waren. Ja. Dat is gewoon iets wat ik niet doe, gewoon. Dus heb je dat ook gemeld? Je bent ja, ik heb een berichtje gestuurd. Lieve. Meneer van de stoplichten. Zoiets. Ik zou dit nooit doen. Maar ik heb daar dus nog niks op teruggehoord. Maar je hebt het echt gedaan? Ik heb het echt gedaan. Want ik doe dat gewoon niet. Echt niet. Dus ja. als je het zeker weet van nou... Ik weet niet hoe die foto gemaakt is. Maar ik woon hier... ja, maar dat heb ik echt niet gedaan. Maar met de fiets... Het zijn twee dingen met de fiets. Ik stop. En als ik niet stop... heeft iedereen voorrang. Dus als ik door het rood rijd met de fiets... Dan moet ik iedereen die voorrang geven. Ja, maar ik zie soms fietsers. En die gaan dan nog moeilijk doen. En dan zijn er voetgangers die over groen lopen. En dan gaan zij moeilijk doen. Want ze rijden door het rood. Dat die mensen daar lopen. Zeker. Dat vind ik zo stom. Ja, maar die zijn er heel veel. Ja, heel veel. Ja. Dus fiets je door het rood? Steeds minder. Ik vind het zo rustig om gewoon te stoppen. Ja. Ik vind het een beetje ouderwijverig. Dat wel. Mm-hmm. Omdat ik vroeger volgens mij altijd doorfietste, denk ik. Ik denk dat het een beetje bij de jeugd hoort. Misschien stoppen niet. Jullie stoppen voor jullie rood? Allemaal? Niet echt. Nee, maar de auto de fiets. Wel natuurlijk, ja. Met de fiets. Je stopt, ja. Altijd met fiets? Altijd goed. Heb jij een snelle fiets? Oh. Nee. Nou, ik stop dus... Ik stop dus als het... Ja. Meestal stop ik, maar soms als er helemaal niemand ooit ergens is... Nee. Dan wil ik wel eens doorrijden. Ja, ik ook wel eens. Maar dan let ik wel op. Eerste stoplicht. Dat was. Ja, dat is nog best een interessant verhaal, vind ik. Ja, bij de House of Parliament? Ja, heb jij maar een ander dat was verhaal? Eigenlijk meer een soort... Dat was niet echt een stoplicht met drie lichten. Hè? Dat was in 1912. Maar in Parliament was... Dit was 1868. Ja, 1868. Ja. En dat werkte op... mensen die daar gewoon stonden. Bordjes draaien. Nee, op gas. Oh, de eerste. De eerste in Parliament, dat werkte op gas. Je hebt gelijk.
Tuurlijk heb je gelijk. Ja, 9 december 1968 was dat in dingen. En toen is het 2 maanden later, is het ontploft. Zielig, hè? Ja. Agent is gewond geraakt. Werd meteen verwijderd, dat stoplicht. Ja. Ja, maar dat snap je ook wel, dat natuurlijk een beetje gevaarlijk is om dat op gas te laten... Maar er stonden dus wel agenten bij, hè? Die bordjes dan zeiden, stop, go. Daar. Dat is toch ongelofelijk. Ja, maar dat kan toch eigenlijk niet als het met bordjes is, als het ontploft? Dat is er met licht gewerkt. En lampen. Ja, er werd toch... staat bij mij dat het door een politieagent op maar wat een, is er dan ontploft? Op en neer is gegaan. Maar wat de is lampen, er dan ontploft? Dat die lampen ontploften. Oh, ze deden die lampen op en neer? Ja. Ja, misschien heb ik helemaal geen gelijk. Oh, nee, het maakt nee, ook maar niet uit. Je bordjes, zei je net. Oh, dat zei ik. Je hebt helemaal gelijk. Nee, maar goed. In ieder geval, het ontplofte. Het plofte. En het slecht waar. Ja, nee, maar ik bedoel, om even een beeld te krijgen van wat daar bij Parlement allemaal gebeurde. Was niet er goed. Stonden agenten met bordjes. Er was gaslicht, er waren verschillende kleuren. Ontploffingen. Er zijn gewonden gevallen. Stonden ze weer met bordjes er klaar. Toen zijn ze, dit kan het zo was Engeland. Niet. Dit gaat zo niet. We moeten het anders doen. En toen was er in Amerika, in Salt Lake City, was Lester Wire. En die was een politieagent. En die heeft in 1912 het eerste echte stoplicht uitgevonden. Een elektronisch stoplicht. Ongelooflijk, super hè? Knap. Ja. In een houten doos, zeg ik wel goed, hè? In een houten doos? Ja, een groene en een rode lamp in een houten doos bovenop een paal gezet. Ongelooflijk, ja, hè? Ik vind het heel grappig. Ja, Wij vinden het ook zo normaal. Zo goed bedacht. En in 1928 vond ik het een hele grappig. Had Charles Adler Jr. die had een stoplicht uitgevonden. Wat reageerde op het toeteren van de dingen. Dus dan kon je toeteren en dan werd het groen. Als het groen kon worden. Maar ja, als iedereen gaat staan toeteren. Dat schiet helemaal niet op. Dat is al heel snel weggehaald. Omdat er heel veel klachten kwamen van de omwonenden ook. Oh, want je zit dan heel snel. Dus je denkt, ik word gek. Maar dat wil je niet. Want vroeger was voor ons een stoplicht. En dan was het natuurlijk fijn, omdat daar op zich dan ook een zebrapad was. En dan werd het gewoon groen, kon je oversteken. Maar je zit de hele tijd met mensen die toeteren. Ja. En dat is toch heel irritant. Maar jij weet dat nog? Dat weet ik nog, ja. Nee, natuurlijk niet van dit. Ik dacht, hè? Nee. Heb jij dat ook meegemaakt? Nee, want dit stoplicht heeft in 1928 is het even daar geweest. Maar het is meteen uit de handen gegaan, want dat was natuurlijk verschrikkelijk. Jij weet toch wel dat je in Tilburg een heel grappig stoplicht hebt? Weet je dat nee, niet? Nee, dat weet ik niet. Echt niet? Oh, wat leuk. Wat is dat dan? Leuk dat ik dat dan weet. Zo'n kunstenares ontworpen. Een kruikenzeikers stoplicht op het Piusplein. Piusplein, ja. Daar staat er een. Dat is een stoplicht waar niet gewoon rood en groen is. Maar dat is een mannetje. Staat zijn kruikje vol te zeiken. Als het licht op groen springt, neemt hij het kruikje onder de arm. Steekt hij over. Want waar kwam dat vandaan? Kruikenzeiker? Ja, dat weet jij. Maar dat heb ik ook al een keer verteld, volgens mij, of niet? Ja, maar ik heb niet alles onthouden. In Tilburg had je heel veel textielfabrieken. En mensen die in de textielfabrieken werken, als ze die hun urine meebrachten, daar werden de stoffen in gewassen. Niet waar. Dat is niet waar. Wel waar. Want er zit ammonia in. Wauw. En met het ammonia, daar deden ze al die textiel in wassen. Dus Tilburgse textiel ruikt heerlijk. Maar een verfrissende urinegeur zit erin. Ja. Je kan het niet beter maken. Nee. Nee. God, ik weet niet of je dit vertelt. Dat is Tilburg. Hoor. Mooi. Kruikenzeikers, daar komt het vandaan. Kreeg je kruik mee en moest je s'ochtends volgende dag mee terugbrengen. Inleveren. Ja, toch ook heel moeders helpen moeders. Heb je toch ook een tijd gehad? Ja. Dan zwanger deed je te urine... worden. Dat vrouwen elkaar hielpen om. Dat, ja. Daar zit iets in dat je dan zwanger zou kunnen worden als je borstvoeding gaf. Ja, urine is, heb ik toch ook wel verteld, dat ik dan 's ochtends urine op mijn gezicht deed. Dus dan dat was een tijdje. Was dat. Maar een paar mensen in, dan moet je ochtendurine op je gezicht smeren. Ja, maar dat iets in is. Ik bedoel, dit is wel de overtreffende trap. Nee. Meiden, hey, al jaarlang. Jawel. En ja, dan moet je, maar heb ik echt nog nooit gedaan. Dan moet je echt heel goed nadenken als je bed kan. Want eigenlijk het eerste wat je bed doet is plassen en doortrekken. Maar dat kon dan nee. niet. Dan moet je opvangen. Een kopje pakken, dan opvangen. Dan moet je zo deppen.
Jawel, dan moet je zo net op je gezicht, heb ik een week gedaan. Want op een gegeven moment kwamen er vliegen op af. Het is natuurlijk niet de bedoeling. Je hebt het daarna nooit meer gewassen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je meteen ervan afwas. Dus je laat het. Het wordt ook een beetje zo. Je plakkerig. Krijgt een beetje zo bruinige huid van. Want die, dat mooi, dacht jij wordt nog? Zo krakkelee urine, zeg maar, achtig. Want het droogt op en dan trekt dat zo'n beetje erin. Maar die geur die trok natuurlijk wel. Vliegen aan. Ah. Dus ik heb een week met vliegen om je hoofd gelopen. Je bent gewoon net te gek. Je vindt mij raar. Ik heb nog nooit zoiets raars gehoord. Dat was een tip van Vita Kruid. Die zei echt niet. Echt niet. Nee. Maar er was ook zo'n man die ochtendurine dronk. Ja, dat vind ik eens vies. En die, kijk, werd er dan jonger van. Daar gaat mij te ver van. Daar gaat mij te ver. Dat gaat je te ver? Misschien drink ik het toch liever op dan dat ik het op mijn gezicht smeer. Nee, natuurlijk niet. Nou, wap, slik weg. Ik weet niet. Nee, je zou het liever op je gezicht smeren. Ik weet niet. Je zegt, er komen vliegen op af. Ja, lijkt me op niet. Een gegeven moment. Ja, hoezo? Dat een kindje aan kijken. Ja, ik vind het echt vies. Ik zoek steun. Ja, nee, dat zie ik wel. Maar het is gewoon, ik open mezelf mijn kwetsbaarheid. Ik vertel dat ik ordering op mijn gezicht smeer. Terwijl, ja, dat was toen, dat weet iedereen. Dat was misschien in Zevenhoven niet, waar jij woonde aan de Kromme Wingerd. Maar voor de rest was overal, deed iedereen dat, 's ochtends deden ze dat. Mooi. Echt waar, het is heel, heel goed. Ja, je ziet het ook. Al die jaren je ziet dat is het nog blijven. Steeds. Ja, ja. Verlang je er nog wel eens naar om het nog heeft te doen? Verder niks met stoplichten te maken. Nou ja, als je heel nodig moet plassen. Bij een stoplicht. Ja. Heb je wel eens in een fles geplast in de auto? Nee. Waarom we daar ineens over beginnen? Dat zag ik laatst. Dat is echt gewoon, dat draait je hart toch echt wel om. Dat vond ik zo erg. De NHS in Engeland. Die gezondheidszorg is daar zo erg. En er was een journalist die had 6 maanden of 3 maanden undercover gewerkt in een ziekenhuis. En daar opnames gemaakt. Oh. Nou, dat was echt verschrikkelijk. Dat lagen mensen, was zo'n oude man en die lag dan in het midden van zo'n eerste hulp. En dan zag je al die anderen, daar zaten allemaal mensen, die lagen daar natuurlijk, allemaal patiënten. En er was geen plek meer. En ook die familie liep daar rond en zo. Hij stond middenin en hij moest heel erg naar het toilet. Toen hebben ze hem een fles gegeven. Toen moest hij zich gewoon waar iedereen bij was, moest hij daar. Nou, dat was echt zo vernederend en erg. En sommige mensen 48 uur zitten wachten tot de eerste hulp. Nee. Hij kreeg een fles dat hij dat daar moest doen. Dus hij had zijn broek op dat bed. Zijn broek naar beneden. En waar iedereen bij was, in het midden inderdaad. Dat was echt te vernederend. Dat vind ik echt zo erg. Het is onwaardig. Is ja, het die allemaal. NHS is natuurlijk. Dat is heel goed dat het gratis is. Ja. Maar het is zo slecht dat. En als je geld hebt, kan je daar gewoon zo bij een privékliniek, snap je? Dus het is echt. Ook zo'n man die lag gewoon. Die hadden ze gewoon zijn bed met zijn kastje en zo gewoon op de gang neergezet. Ja. Dat heet daar gewoon. Corridor Care. Dat heeft gewoon een naam. Dat je gewoon de gang ligt. Ja, echt verschrikkelijk. 48 uur wachten bij maar, de eerste hulp. Nee, echt niet mij nu hierop gaan pakken. Nou, je mag pakken als je wil. Ik denk het ja, wel. Ja, denk ik denk het eigenlijk wel. Ook. Je ken jou. Waarom zou je het niet doen? Maar, waarom zou je het niet doen? Waarom zou je het niet doen? Als de kans er is. Toch? Dan ben je die van je eigen portemonnee. Je creatieve portemonnee. Zeker. Maar ik bedoelde te zeggen, als iemand het niet heeft, als hij dus buiten is en niet die zorg heeft, is hij dan slechter af? Of is de corridor care dan beter? Dat bedoel ik. Hoe erg wij het ook vinden vanuit nee, ons. Nee, ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel meer te zeggen, dat is nogmaals, het is natuurlijk echt verschrikkelijk. Maar misschien is het dus al wel een stuk beter dan. Nee, maar dit is van gooi je linkerbeen moet eraf. Maar goed, je hebt nog wel een been over. Ja, daar is natuurlijk. Ja, daar is natuurlijk. Daar is natuurlijk. Snap je, het is heel goed. Nee, dat het glas half vol is. Maar je kan ook denken, ja. Nee, het kan zo gewoon niet. Ja, nee, dit kan niet. Dat vind ik ook. Sorry, Isa, dat kan niet. Ga maar tegen die meneer vertellen. Zou u liever op straat liggen misschien? Zou u dat dan liever willen dan dit? Dan lacht hij dus al. Ah, nee, dat is echt heel naar. Super zielig. Nou, maar er zijn dus allemaal, om maar weer even naar de funny kant, naar de funny kant van de stoplichten te gaan. Heel veel grappige stoplichten. Of tenminste, er wordt over nagedacht. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Na het Songfestival van Conchita, de winst in Oostenrijk, 2014, wilde Wenen laten zien dat zij de homogemeenschap omarmde. En toen hebben ze speciale oversteeklichtjes gemaakt. Hetero, homo en lesbische stellen. Dit is een moeilijk woord. Lesbische stellen afgebeeld. Zijn je wel het laatste geworden? En dus? Weet je dat nog? Je heb dat je dat nog? Met Bumble er wel bij gezet? Nee. Dat je... nee, ik ga nu even alleen op de man. Staat open voor eventueel... Alles kan, hè? Alles kan. Maar goed, daar hebben dus niks wel... is te gek, hoor. Hebben heel veel mensen wel overgenomen. Maar ik heb het nog nooit gezien. Blijkbaar in Utrecht. Oh, wel zo'n zebrapad.
Liefdeskoppels op het stoplicht. Oh, wat leuk. En Nijntje. Klopt, staat hier ook. Oh, wat heb grappig, ik hier ook opgeschreven, Nijntje. Kruikenzaak heb ik al verteld. In Berlijn. Beer. Amfelmentje. Dat is een soort mannetje geworden. Die hebben ze helemaal omarmd. Die loopt met een hoed vrolijk te wandelen bij rood licht. Bij groen licht. Oh, dat zou verwarrend zijn bij rood licht. Ja. En bij rood staat hij met zijn armen wijd te wachten. Ja, nou ja, ik weet ook niet. Een soort er is grappig één mannetje. Land ter wereld. Hebben ze geen verkeerslichten? Twee. Oh, jij welke? Jij gaat zeggen, Bhutan. Dat ga ik zeker zeggen. En ik heb er nog één gevonden. Maar nou weet ik natuurlijk weer niet waar het staat. Disneyland. Carpetland. Oh, raad nog even door. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Carpetland. Je weet zeker dat er twee zijn. Ja. Maar ja, waar staat het? Ja, dit is echt jammer. Het is echt wel jammer. Het meeste stoplichten ter wereld zijn in New York. 1 op elke 617 inwoners. Heel, hè? En in Europa? Minder. Waar denk jij welke stad in Europa de meeste stoplichten heeft? Nou, niet in Nederland. Gaat ze nou spieken? Ja, het gaat jou helpen. Oh! Wat zeg je? Spanje. Bonaire. Heus, 5 landen hebben geen stoplichten. Bonaire had ik nog gevonden. Het is geen land, toch, Bonaire? Het is een eiland. Hey. Is dat snel? Nee. In Europa is het dus Valencia. Valencia. Ik zei Spanje. Ja, dat is Spanje. Waarom? Je reageert niet. 1 op de 720 inwoners hebben 1 per 720 inwoners. Dus dat is heel veel. Ja, dat is grappig, want jij zegt elke keer, dat zegt me niks, maar ik probeer er ook over na te denken. Ja, 1 op de 720. Dus ja, dat zijn 4 voetbalvelden. Ja, precies. Oh nee, dank je. Dank je wel. Ja. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook altijd wel een beetje... Lekker om even te wachten. Niet te lang. Ik vind in Rotterdam bijvoorbeeld, viel mij, ik was laatst in Rotterdam, dat het daar heel lang groen blijft. Ja, maar dan blijft het wel ook weer heel lang groen. Oké. Okay. Dus daar zit volgens mij wel een gedachte achter in Rotterdam. Jammer dat vind ik sowieso weten. Wel een stad, dat ik denk, overal zit wel een gedachte achter. Ik ben echt wel, ik vind dat wel een goede stad qua dat ze daarover nadenken. Maar ik heb het idee dat zij dan, dat dat langer rood is, maar ook dus langer groen. En wat ik nog één hele grappige vond, dat is een straatje in Praag. Een steegje met een trapje. En daar hebben ze ook een stoplicht. Dat staat helemaal nergens, maar het is omdat ze dachten... Uiteindelijk kunnen als er iemand naar beneden twee komt. Ja. Oh. Maar het is wel grappig bedacht. Ja, ik vond dat ineens, ik ook wel. Ja. Hoeveel... Hoeveel sterren geef ik stoplichten? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, als er geen stoplichten zijn... kan ik ook prima rijden. Ja, ik gooi nou een bom erin. Zo nee, maar jij, kan jij goed rijden? Maar dan moet je heel erg op elkaar letten. Ja, dat is achter het station in Amsterdam. En dat vind ik zo interessant als er geen stoplichten zijn. Wat je vaak in het buitenland hebt op die rotondes. Dat je gewoon op elkaar let. Maar dat is te simpel, want de stad is niet één grote rotonde. Snap ik ook wel. Dus ik ga wel sterren geven. Maar ik vind dat zonder stoplicht wel iets hebben. Ja, in Amerika is het om en om. Dus dan kom je op een kruising en dan mag die rijden en dan die andere. Dan jij weer, dan die ander. Dus dat is een beetje om en om. Ook wel goed. Ja, maar dat... Ja, dat maar goed, wij zitten helemaal vast in een stoplichtensysteem. Ja. Ik geef er 4. Ik geef 3. Want ik vind eigenlijk ook heel vervelend. Ik ben eigenlijk moet ook wachten. Heel verveend. Ja. Soms ben ik heel ongeduldig. En s'nachts later is er niemand. En dan stop ik toch, hoor. Ik ga nooit het rood rijden. Ook. Echt never ooit. Maar dat denk je wel, jezus, wat sta ik hier nou te doen? Weet je wel, ergens... Ja, God weet. Ja. Maar goed, dat waren de stoplichten. Dan gaan we nu naar het vakantieboek van de Linda. En dat vond ik een leuk vakantieboek. Oh, wat leuk. Ja. Dat is een beetje alles door elkaar weer. En ik vind dat Linda dat eigenlijk altijd... Dat zij een hele goede redactie heeft. Gewoon leuke ideeën en leuke overbedacht. Daar stond trouwens dat 27, in het begin de cijfers en zo... 27% van de strandgangers gaat nooit de zee in. 27% valt mij nog mee. Je dacht nog een groot getal zou zijn? Ik dacht nog meer mensen waren, ja. En hoeveel geld... Ja, ik ga niet over... Nee, maar ik luister gaat gewoon. Er gaat heel veel gokken en dan valt het zo tegen. Of ik zeg iets heel stoms. Hoeveel geld wordt er elk jaar in de Trevi-fontein gegooid in Rome? 3 miljoen? 1 miljoen? Andere. Politiek correct, hoor. 1,7 miljoen. Ja, maar je zit wel dichterbij. 1,7 miljoen.
En 8%, je wordt 8% gelukkiger van het maken van vakantieplannen. Je hoeft niet eens te gaan. Nee, gewoon het maken al. Dat heb ik wel eens gelezen, dat een vrouw niet op reis kon, maar elke keer een boek maakt, een plakboek met reizen. Ja. Dacht ik, wat een goed idee als je echt niet meer kan. Ja, dat zou voor het milieu nog eens goed zijn, toch? Dat je, dan plannen maakt en een boek en niet het vliegtuig instapt. Precies. Dat kan dus ook. Dus jij kan ook deze zomer gewoon thuis blijven. Ja, ik blijf thuis. Ik ga nergens zijn. Zeker, nee, maar je bent al zoveel geweest. Ze hebben op Schiphol ook gezegd, mevrouw Hoes, het is echt, nu bent wel u echt... Er nou is, weer? Is, nu is het wel weer mooi geweest. Ik kom vrijwilligerswerk doen. Lieke van Lexmond, een groot interview met Lieke van Lexmond, 42, door Karin Kuipers. En Karin Kuipers is, ik kende Karin niet, maar Karin, ken je haar wel? Ja. Oh, zij is heel goed in de sfeer neerzetten, vind ik. Dus ze zegt, zij komt dan bij Lieke binnen en dan zegt ze, vintage meubelen werden verhuisd en is nu in een nieuw huis. Oh. Vintage meubelen werden opnieuw gestoffeerd, oude gordijnen opnieuw op maat gemaakt. De muren kregen gewaagde kleuren gecombineerd met een linnenachtig behang. Ze stikt nog van de idee om haar huis een home te maken. Ook in huis een open haard. Lieke stookt het liefst de hele dag fikkies. Meisje van het platteland, hè? In de tuin tochtelen duiven. Een rode kater zwerft rond. Een rode kater in mijn leven was nog een grote wens van mij. En wat gebeurt er? Hier wonen in de buurt 2 dikke rode katers. Ah. En nou, dan hebben ze zo een gesprek met haar. Ja, zij is natuurlijk met die Moon Sisters, dus met haar zus heeft ze dat gedaan. Ik heb heel erg wel sympathie voor haar. Ik vind haar wel. Zij lijkt mij. Ik heb haar ooit enkel ontmoet. Toen was zij heel erg aardig. Ze lijkt mij een aardige. Wat heerlijk na 1 ontmoeting dat jij. Gewoon, ja, dat ik al meteen daar een mening over heb. Ja. Maar ze is ook aardig. Nou, ik hoef vaak niet eens iemand te ontmoeten voor of een mening. Ja, dat is nog minder als niks. En dan zegt ze op een gegeven moment. Zij heeft dan de keuze van Edith Eger. Dat leest nu volgens mij ook iedereen. Eger, ja. Edith Eger. Ja, dat zeg ik toch ook. Ja. En hoe dus in dat boek. De keuze hoe ze na de oorlog als psycholoog haar cliënten hielp om zich uit hun eigen gedachten te bevrijden. En hoe iedereen uiteindelijk voor vrijheid kan kiezen. Denk ik, ja, lieverd, dat vind ik zo'n. Dat is natuurlijk niet zo. Iedereen kan niet uiteindelijk voor vrijheid kiezen. Er zijn natuurlijk mensen die ergens in vastzitten. Die sowieso vastzitten, maar ook gewoon soms. Ik vind dat niet alles is een keuze. Er is nu een soort. Dat is al lang hoor. Dat mensen denken: ja, je kan er kiezen. Je kiest om ongelukkig te zijn. Dat is soms geen keuze. Nee. Dus dat vind ik. Maar misschien bedoelt ze. Dan ga ik weer met mijn begrip. Misschien bedoelt ze vrijheid in je hoofd. Ja, je broek. Je hebt namelijk altijd een keuze. Nou, dat zou zo wel heel fijn zijn. Dat heb je bij Bumble ook erbij gezet. Je hebt vrijheid in mijn broekje. Goeie tekst. Je hebt altijd een keuze over hoe je met dingen omgaat. Lieke serveert perensieder in prachtige groene glazen met krullen van lelietjes van dalen. Het is zo grappig hoe dat alles... En dan zegt ze ook, ik ben niet zo van labelen. Behalve dan de labels op een wekpot. Oh. Dat zegt Lieke. Zegt Lieke, ja. Ik vind het heerlijk om te koken. Elke vrijdagochtend zit ik op zwemles. Ik ben bezig met potten bakken, heerlijk mediatief. Bak Judaïsche brood en zie. Ik vind het zo grappig, want het is echt zo. Als je nou een iemand zou moeten omschrijven in een toneelstuk. Weet je, als een toneelstuk kan schrijven, ben je zo. Ja. En je dit zou allemaal dit schrijven, zou je denken, nou, dat is een beetje te... Snap too je? Much, maar het is er gewoon. Vrijdagochtend op zwemles. Ik ben bezig met potten bakken, heerlijk meditatief. Ik bak Judaïsche brood en ik zing. Ik bezoek interessante buren of mensen in mijn omgeving en luister naar hun levensverhalen. Ja, hier vind ik haar te ver gaan. Nu haak je af. Nee, maar ik bezoek interessante buren of mensen in mijn omgeving en luister naar hun levensverhalen. Gaat de bel weer. Oh, er is Lieke van Lexmond. Heb je nog een verhaal voor Lieke? Nou ja, waar was ik vorige keer gebleven? Ja, dus ik was in de Albert Heijn. Zou Lieke dat een goed levensverhaal vinden? Nee, ze vindt alles interessant. Ik ben en blijf een verhalen vertellen. Mensen, dacht ik. Ik ben een mens. Nee, maar ik heb een heel sympathie voor haar, want ik vind haar heel erg leuk. Maar ik vind het zo grappig als je dan als je dat leest. Dat ligt ook een beetje hoe Karin Kuipers het op heeft geschreven. En hoe je het voorleest. Ja. En, want dan heeft ze dus ook dat One Day gedaan of zo.
Dag 1. Dag 1. Zo moeilijk is het allemaal niet. Het is gewoon dag 1. Vita Kruid krijg ik de hele dag om mijn oren. Dag 1 en dag 2 ben je weer dik. Nee, maar dag 1. Wat je wil. Het is dag 1 of dag 2. Ja. En dan, want heeft zij dus ook gedaan. En dan zegt ze, mensen zeggen dan, je hebt makkelijk praten, jij kan het betalen. Maar dat is echt gelul. Oh. Nee, dat is niet echt gelul, Lieke. Want dat is natuurlijk een hartstikke duur programma. En dan zegt hij, ja, gewoon stoppen met snoepen en alcohol en beginnen met bewegen. Ja, ja, maar dan zou je dus heel dat dag één niet hoeven doen. Dat dag één is natuurlijk gewoon ook duur. Dus ik vind het niet zo raar dat mensen dan zeggen van, ja, je hebt makkelijk praten. Nou, mag ik daar nog iets op zeggen? Nee, je mag daar zeker wat op zeggen. Als... Want? Want? Waar ik haar gelijk in geef, is dat je zelf heel veel kunt doen. Dus dat het niet altijd met dag één hoeft. Dit is natuurlijk een luiere versie. Die moet nog steeds heel hard werken, want ik vond het vreselijk. Stond vaak heel vroeg op, omdat ik al die maaltijden op maat moest doen. Maar dat hoef je natuurlijk allemaal niet te doen. Nee. Je kan beslissen, ik ga zelf naar de sportschool iedere dag. Ik kook gezond. Dat is volgens mij, denk ik, wat ze bedoelt en wat ik altijd vind. Ja. Tegenwoordig mag je dat niet zeggen. Wat mag je niet zeggen? Ja, we mogen het niet meer hebben over gezond. Er is echt een enorm overgewichtsprobleem aan de hand in Nederland, hè? Oh, ja. We gaan echt naar een heel slecht cijfer toe, schijnbaar. Hebben we het wel een andere keer slecht over. Cijfer? Van wie krijgen we een slecht cijfer? Een heel slecht cijfer. We gaan naar Amerikaanse toestanden. Maar van wie krijgen we een cijfer? Overgewicht, ja. Van wie? Ja, dat vertel ik dan wel. Maar pas we maar op. Een je krijgt cijfer. Een heel slecht cijfer binnenkort. Ja. Nou, je moet gewoon gezond eten. Daar gaat het gewoon precies. Om. En je moet jezelf niet gek laten maken. Dat is ook heel belangrijk. Dat zeg ik maar meteen allemaal eventjes bij. Heel goed. En dan als laatste zag ik dat er dus ook een interview in stond met Tamara Elbas. Oh ja. Ja. En, maar die doet dus, ik wist natuurlijk wel dat ze botox gebruikte en zo. Ik heb botox in mijn gezicht en hyaluronzuur in de ellebogen, de knieën en de handen. Wat? Heb jij dat ook? Kijk dan. Hyaluronzuur, nee, ik weet niet wat je dan bedoelt. Maar wat weet je dat het om op te vullen, denk ik. Maar in je ellebogen? Nee, ja, nee, maar ik dacht handen. Ik dacht ook, zie mijn oude handen. Dat dacht ik meteen. Maar ja, en ook de handen, zegt ze inderdaad. Ja. Dat vinden mensen meestal heel gek. En dan zegt ze, is dat Karin dingen. Weer? Nee, dat is Nicole Gabriels. Ik ken het niet. Ken je niet? Die zegt dan, rimpels zijn niet mooi? Doet ze alsof ze denkt dat zij gaat zeggen, ja, rimpels zijn wel heel mooi. Nee, dat nee, vind ik niet. Nee, daar ben ik heel eerlijk in. Mijn vrouwelijkheid vier ik door heel veel zorg eruit zien. Afstervende, rimpelende handjes. Past niet in mijn plaatje. Daar wordt door Nederlandse vrouwen overtrokken op gereageerd. Maar in Zuid-Europa en Brazilië is het heel normaal. Dus daar doen ze dan... Allemaal hyaluronzuur. Hyaluron. Ik kan dat uitspreken omdat ik ooit een commercial moest doen voor een merk. Oh, waar natuurlijk. Ik dat de hele tijd moest inspreken. Oh ja. Fischi. Dus moest ik de hele tijd inspreken want dat, met hyaluronzuur. Maar dacht ik echt, wat? Ja, er zit volgens mij heel veel crèmes. Oh, ze spuiten maar ook dat in is wel fijn voor mensen om te weten. In je elleboog. Maar dat zullen mensen wel weten die last hebben dat daarvan. Dat je dus... niet dat ze bij jouw huisartsenpraktijk zitten, maar... Als je klachten hebt... Nou, ja, sorry, dan gaan we weer met de overgang. Ik heb dus heel vaak last van elleboog... Nou, eigenlijk heel vaak last van mijn elleboog. Daar kan je dus blijkbaar heel rond. Ik word een beetje excited. Ik heb last van mijn elleboog en... Nou ja, van mijn elleboog. Mijn knieën. Ook. Ook, knieën ook. Maar kan het er ook in? Ja, de spuit zit heel ook eng. In. Ik vind het heel eng. Bel die arts nog maar een keer. Die belt me 2 uur dan terug. Tamara Elbas is de wandelende, verbouwde vrouw. Ja, hoe zeg je dat? Zij is enorm zeker. Verbouwd. Ze heeft ontzettend veel aan zichzelf laten doen. Maar verbouwd, ze vindt dat is, klinkt ook zo onaardig alsof ze een bouwproject is. Maar veranderd, hoe zeg je dat? Netjes. Ja, nou. Netjes. En stom van de reisergernis van Ruben Terlouw. Weet je wel, van Ruben door China en zo. Die oh ja, leuk, zeker. Die fotograaf. Ja. Heeft ook zo'n hele... Bumblebee foto. Ja, dat is zo, leuk voor Bumble. Nou, die zou ik niet op klikken. Zo zwoel, ja. Ik denk dat hij toch denkt dat dat wel een zwoele foto is. Okay. Nou, maar hij is wel, ik vind hem wel superleuk, Ruben. Ja. Heel grappig jongen. Hotelkamer zonder ramen. Vind ik ook verschrikkelijk. Oh, verschrikkelijk. Ja, dat in Japan. Alle verschillende opladers en laadkabels in je rugzak. Ja, achteraf pas horen dat de kip die je zo lekker vond bij het ontbijt eigenlijk rat was. Oh. Muggen in je klamboe. Oh, dat is ook vervelend. Waar. Ja, zonnebrand die in je ogen loopt. Ja. Ja, zeeziekte. Ja. Malaria-pillen hallucineren. Lijkt me eng. Ja, heel vervelend. De dag nadat je hondpot gegeten hebt naar de wc gaan.
Dat gebeurt dus bij mij. Ik zit dit gisteravond te doen. En ik denk, de dag nadat je Hutspot hebt vergeten naar de wc gaan. Ik lees dan Hutspot. Ja. En ik zie nu, ik denk, oh, er staat Hotspot. Maar ik lees dan te snel. Of ik zie een aantal letters en ik denk, ik geloof het wel. Ik weet niet wat ik dan denk. Ik ken dit. Ja? Dat is heel erg. Ja, ik heb dit ook. Dan lees ik iets en denk, oh, die zin klopt niet. Want ze staat in de negatieve tijd. En later denk ik, staat er gewoon goed. Ik heb het gewoon niet goed gelezen. Erg, hè? Ik lees drie keer en denk, het staat er niet. Dan lees ik zo snel. Goed. Dan hebben we nog een moderne etiketten. Waar we het even samen over moeten hebben. Zonder jullie leuke reacties. Sorry daarvoor dat je daar niet... Ja, je kan nog wel op reageren, maar die kunnen wij dan even niet meer meenemen. Je hebt al drie keer op rij hetzelfde verjaardagscadeau gekregen van je beste vriendin. Wat doe je? Ik zou er met een grapje iets van zeggen. Heel goed. Ik heb dit zelf namelijk een keer gedaan. Je hebt het een keer gedaan. Ik heb gewoon iemand hetzelfde cadeau gegeven en die zei, lieverd, dit is de tweede of derde keer. Zei, dit heb je me echt al gegeven. Dit boek heb ik voor jou al een keer gegeven. Nee, het was een spijkermatje. Omdat ze zo'n rugpijn had. En ze was er zo blij mee. En toen zei ik, nou, geef hem dan maar weg als je wil. Ja. Of ik neem hem weer mee terug. En dat ook gezegd hebben, die andere twee hebben ook niet echt geholpen. Nee, want als ze nog steeds rugpijn had. Nee, maar het is van mij, alsgene die het geeft, echt niet leuk. Dat je niet onthouden hebt dat je het al hebt gegeven. Nee, ik wou daar niet te dicht op ingaan. Nou, ik vind het al erg genoeg voor jou. Het is Mark Marien Isa vindt iets, dus vind er maar weer wat van. Vind maar. Vind maar. Uit die cadeaukast van jou. Nee, het is niet uit de cadeaukast. Ik ga dan ook nog drie keer dat kopen. Snap je? Het komt niet uit een cadeaukast. Ja, maar ik vind sowieso niet... Maar ik denk er altijd wel over na. Of dat ik denk van, of heb ik dat nou... Zie ik mezelf dat nou zo... Ja, dat gaat mij natuurlijk nooit meer gebeuren. Of wel. Want ik word dement. Ja, dat zou toch... En dat ga ik toch allemaal niet meemaken. Mijn dementie niet? Nee, mijn dementie. Oh. Nee. Nee, want het is ook niet zo dat je... Dat, ja, ik... Het is niet zo dat ik, omdat Antje zelf moet... Ik geen zelfmoord meer plegen. Dus als ik... Nee, toch? Nee. Dus dat is niet voor goed dat ik dat helemaal nooit meer zou mogen. Iedereen Maar als ik langzaam dement zou worden... Ja. Dat zou ik toch... Dan... Ik ook niet, hoor. Ik zeg het elke keer tegen mijn kinderen. Doe maar niet. Nee, maar dat moeten we nu regelen. Ja, dat is wel waar. Oh, God, we moeten nog een hoop regelen samen. Ja, maar bij die huisarts van jou... Ja, ik hoef het niet bij je huisarts van jou te regelen. Maar bij mijn eigen bij Van der Neut moet ik dat wel regelen. Moet je vast gaan leggen. Moet ik zeggen, maar wat is het stadium waarop je zegt... Dit nou ja, het. Dat het nog kan. Dat je het zelf nog kan beslissen. Want als je op een gegeven moment te ver weg bent in je dementie... dan kunnen ze dat niet meer doen. Dus dan ga ik tegen jou zeggen... Zou dit niet eens het moment zijn, lieverd? Nou, als ik hier dan aankom en dokter Van der Neut is er... dan denk ik, dan is dit het moment. Hebben we die dokter erbij gehaald? Ja. Het is wel mooi om het hier te doen. Vertelt u het aan hem? Ja. Een soort interventie, maar dan wat fijn medisch. Dat je er zelf over begint. De deur gaat open... Dag, hallo. Ik ben dokter Van der Neut. Hallo. Dat is leuk, wat een vrolijke dokter. Ja, het is een vrolijke dokter, ja. Maar ik ben dus niet helemaal... Ik ben niet helemaal... En ik zou naar een andere dokter gaan als hij dat niet zou willen doen. Ja. Als hij zegt, nou nee, dat doe ik eigenlijk nooit of zo. Dan zou ik, daar zou ik wel een andere dokter voor nemen. Zo. Jij niet? Ik vind het zoiets belangrijk. Ja, ik heb hier nog niet goed genoeg over nagedacht. En ik vind het ook moeilijk. Ik voel dat mijn lichaam een beetje weg wil van dit onderwerp. Die doet dit. Die denkt, moeten we het daar nou echt al over hebben? Ja. Ik ben net een paar weken genezen van een griep. Kom op, zeg. Nou, je bent nog steeds niet helemaal lekker. Nou, vind je? Nee, het duurt lang, dat is waar. Ja. Maar goed. Ik heb dat ooit eens in een... Ik weet niet, in een radio of ergens ooit gezegd... over dat als ik morgen dood zou gaan, dan... Ja, dat is dan zo. Ja, dat zou ik, voor mij zou dat niet erg zijn. Dan ben voor ik gewoon ook niet meer. Ja. En toen stond wel. Dat is heel echt wel erg. Dit raar wil ik wel onthouden. Maar de volgende... Het stond op zo'n rollenblad. Stond heel groot. Mark Marie, ik wil dood. Nou ja. En toen leefde mijn moeder nog. En die schrok zich echt helemaal... Snap hè? Ja, gaat hem weer over de koppen. Ja. Wat verschrikkelijk. Maar goed, ja, dat cadeau. Tot volgende week. Als we er nog zijn, dat is altijd de vraag. Maar we hebben niet echt antwoord gegeven op dat cadeau. Maar ja, nee, je me zei al. Met een grapje. Met een grapje maakt het al. Jawel, met een grapje. Als ik nog het is mij nooit gebeurd. Nee, gelukkig. Shame die. Shame. Fijn. Wij zijn er gewoon volgende. Ja, je kan gewoon Podimo en dan kan je gewoon op die knop drukken, de link. Je kent hem, een eeuwige link waar Mark Marien het altijd En dan heeft. Heb je 30 dagen gratis Podimo, dan kan je terugluisteren. Er is heel veel leuke content, zoals hier gezegd wordt, hebben we daarop ingesproken. Want wij doen daar bijvoorbeeld, Mark Marien en Isa vinden, nog eens iets. Och ja, dat doen wij, hè? En dat is niet alleen een thema, maar dan hebben we ook aan het begin een jarige en aan het eind een heilige. Precies.
Er zitten allemaal leuk. Bim zit er ook. Met heel veel leuke. Zoenen en zo. Zitten allemaal leuke. Edson. Ja. Kay. Tot dan. Dag. Dag.